Na mijn aanvaarding van almachtige Gods werk van de laatste dagen, begon ik het evangelie te delen. Ik besloot dat ik mijn plicht zou doen, wat voor moeilijkheden ik ook tegenkwam, zodat Gods schapen zijn stem konden horen en tot hem konden komen. Amen. Amen. In februari 2018 ontmoette ik online broeder Mel uit de Filipijnen. Hij zat op het seminari hmm. en in het begin spraken we veel over zaken zoals de wijze en dwaze maagden, wat opname is enzovoort. Toen ter sprake kwam wie het koninkrijk binnen kunnen gaan, vroeg ik broeder Mel, Denk jij dat ieder van ons die gelooft in de Heer uiteindelijk het hemelse koninkrijk in zal gaan? Wat antwoordde hij? Trots zei hij, Natuurlijk. In Efeziërs 2, vers 8 en 9 zegt Paulus, Door Zijn genade bent u nu immers gered dankzij uw geloof, maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God, geen gevolg van uw daden, dus laat niemand zich erop voorstaan. Wij zijn door geloof gerechtvaardigd en worden gered als we stand houden tot het eind. Dan brengt de Heer, wanneer hij terugkeert, ons het koninkrijk in. Als we daaraan twijfelen, is dat een ontkenning van de redding van de Heer Jezus en een gebrek aan geloof. Toen hij dat gezegd had, vroeg ik hem: Je zegt dat we door geloof gerechtvaardigd zijn, zodat wij het koninkrijk in kunnen gaan. Is hier een Bijbelse basis voor? Heeft de Heer Jezus dat gezegd? Heeft de Heilige Geest dat gezegd? Nee, maar. Nee. De Bijbel noemt gerechtvaardigd en gered worden door geloof, maar zegt niet dat we daardoor in het koninkrijk zullen komen. Hm. er is geen basis voor deze uitspraak. Is het niet gewoon een menselijke opvatting? Dat is, dat is het. Mel was verbijsterd en mompelde zacht. Rechtvaardiging door geloof betekent niet dat je het koninkrijk in zal gaan? Ik stuurde hem een paar Bijbelverzen. Niet iedereen die tegen me zei: Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn vader, die in de hemelen is. Amen. Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken. Amen. Jullie moeten dus heilig zijn, want ik ben heilig. Amen. Toen zei ik: De woorden van de Heer leggen heel duidelijk uit hoe je het koninkrijk kunt binnengaan. De Heer is heilig, en Hij vraagt ons om net zo puur, eerlijk en argeloos te zijn als kleine kinderen, om verdorvenheid af te werpen en gereinigd te worden en mensen te worden die Gods wil doen. Alleen dat maakt iemand geschikt voor het koninkrijk. Juist. Hmm. En hebben we aan deze eisen voldaan? Nee. Durf je te zeggen dat je nooit liegt? Geen zin. Durf je te zeggen dat je helemaal vrij van zonde en gereinigd bent? Dat kan niemand zeggen. Geen zin. Geen Mel zei geen woord en dus ging ik door met mijn communicatie. Als we beleiden en spijt betuigen, worden we gerechtvaardigd door geloof en gered door genade. Tot zover is dat waar. Maar wat betekenen gerechtvaardigd door geloof en gered door genade nu werkelijk? We weten allemaal dat in het tijdperk van de wet God leiding gaf aan de mens door het uitvaardigen van de wet en de geboden via Mozes. Maar aan het einde van het tijdperk hield niemand zich daaraan, iedereen zondigde steeds vaker. Iedereen liep gevaar om onder de wet veroordeeld of gedood te worden. Ja. Dit was de context waarin God vlees werd, werd gekruisigd als zondoffer voor de mens, en de mens bevrijdde van de wet. Zolang de mensen de Heer Jezus als hun redder aanvaarden en beleden en berouw toonden, werden daarna hun zonden vergeven en werden ze niet veroordeeld voor het breken van de wet. Dat betekent dat de Heer ons niet langer als zondig beschouwde. We konden rechtvaardig worden genoemd door de verlossing door de Heer en waren geschikt om in gebed tot God te komen en te genieten van de genade, vrede en vreugde die de Heer ons schonk. Daarom betekent gerechtvaardigd door geloof en gered door genade dat onze zonden zijn vergeven door geloof en dat we niet zijn veroordeeld onder de wet. Maar het betekent niet dat we vrij zijn van zonde of gereinigd, dat we werkelijk rechtvaardig zijn en het koninkrijk waardig. Amen. Amen. Mel reageerde verrast en zei: "Dus gerechtvaardigd door geloof betekent alleen dat onze zonden zijn vergeven en dat de Heer ons niet als zondig beschouwt, maar niet dat we rechtvaardig zijn en het koninkrijk binnen kunnen gaan. <tie> Logische vraag. Ja. Onze dominee heeft het daar nooit over gehad. Toen las ik hem deze passage van de woorden van almachtige God voor. Mm -hmm. Jezus' werk was in die tijd het werk om heel de mensheid te verlossen." De zonden van alle die in Hem geloofden werden vergeven. Hij zou je verlossen, zolang je maar in Hem geloofde. Als je in Hem geloofde, was je geen zondaar meer. Dan zou je van je zonden worden verlost. Dit was de betekenis van gered zijn en dat je door geloof gerechtvaardigd was. Toch bleef er in de gelovigen datgene achter wat opstandig was en zich tegen God verzette en wat nog steeds weggenomen moest worden. Redding betekende niet dat de mens volledig door Jezus was gewonnen. Maar dat de mens niet langer van de zonde was, dat zijn zonden hem vergeven waren. Op voorwaarde dat je geloofde, zou je nooit meer van de zonde zijn. Ondanks alles waarvan de mens wellicht verlost is en waarvan zijn zonden hem vergeven zijn, betekent dit alleen dat God zich de overtredingen van de mens niet herinnert en hem niet overeenkomstig behandelt. Wanneer de mens die leeft in een lichaam van vlees echter niet van zonde is vrijgemaakt, kan hij alleen maar blijven zondigen en eindeloos zijn verdorven satanische gezindheid blijven openbaren. Dit is het leven dat de mens lijkt: een eindeloze cyclus van zondigen en vergeven worden. Amen. De meeste mensen zondigen overdag en beleiden dit s'avonds weer. Zelfs als het zondoffer voor de mens voor altijd van kracht blijft, zal het de mens op deze manier niet redden van de zonde. Slechts de helft van het reddingswerk is afgerond, want de gezindheid van de mens is nog steeds verdorven. Het is niet gemakkelijk voor de mens om zich van zijn zonde bewust te worden. Hij kan zijn eigen diepgewortelde natuur niet herkennen. Hij moet vertrouwen op het oordeel van het woord om dit te bereiken. Alleen zo kan de mens geleidelijk vanaf dit punt veranderen. Amen. 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 Ik lees de volgende passage. Okay. Je weet alleen dat Jezus zal neerdalen tijdens de laatste dagen, maar hoe zal Hij precies neerdalen? Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God. Maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid. Je bent zelfzuchtig en verachtelijk. Maar toch wil je nederdalen met Jezus. Dan zou je wel boffen. Je hebt een stap overgeslagen in je geloof. Je bent alleen verlost, maar nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, je veranderen en zuiveren. Anders zul jij die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God, omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven. Amen. Amen. Nadat ik Gods woorden gelezen had, legde ik uit, in het tijdperk van genade voerde de Heer Jezus het verlossingswerk uit, gebaseerd op de behoeften van de mens. Hij drukte de manier van berouw tonen uit, zodat mensen konden beleiden en spijt betuigen. De Heer liefhebben en anderen liefhebben als Henzelf en meer, dat mensen goed gedrag aanleerden, was het resultaat van het werk van verlossing. Ja. Wanneer we verlost zijn door de Heer Jezus, zijn onze zonden vergeven en beschouwt Hij ons niet als zondig. Maar dat betekent niet dat we vrij zijn van zonde of dat we gereinigd zijn. Mm -hmm. Want onze zondige natuur zit nog diep verankerd en we blijven onze verdorven gezindheden openbaren. Zoals arrogantie, onoprechtheid, bedrog, slechtheid en gemeenheid. Bijvoorbeeld, als we een gave of sterke kant hebben, of enig kaliber, denken we dat we geweldig zijn. We zijn hooghartig en kijken neer op anderen. Ja, mm. ja. Wanneer we offers brengen of een beetje tegenslag hebben in ons werk. Kunnen we niet anders dan opscheppen en snoeven opdat anderen ons vereren. Als we zien dat iemand anders beter is dan wij, kunnen we jaloers zijn en hen haatdragend bejegenen. Als iets onze eigen belangen raakt, kunnen we liegen en bedriegen. Als we geconfronteerd worden met tegenspoed, beproevingen, rampen, ziekte of familieproblemen, begrijpen we het soms verkeerd en geven God de schuld of ontkennen en verraden we hem zelfs. Oh, ja. Dit alles toont aan dat we nog steeds geketend zijn door zonde en dat we nog steeds zondigen en God weerstaan Inderdaad. 2000 jaar lang leefde iedereen in deze vicieuze cirkel van zondigen en beleiden en niemand is daar vrij van geweest. Dat is zonneklaar. Dat is zo. Dat is zo. Dat is zo waar. Als we onszelf vergelijken met wat de Heer van ons verlangt niet liegen, vrij zijn van gebreken en gezuiverd zijn dan komen we niet eens in de buurt. We kunnen onmogelijk God loven of van Hem getuigen. Hoe kunnen mensen zoals wij het Koninkrijk binnengaan? Jezus antwoordde, Waarachtig, ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Amen. Dus als we gereinigd willen worden en het Koninkrijk binnengaan, moet God in de laatste dagen terugkomen en ons bevrijden van zonde. Om onze satanische gezindheden op te lossen en onze zonde en tegenstand tegen God geheel te ontwortelen. Amen. Amen. Na deze communicatie zei Melk dat hij het nu begreep dat de Heer Jezus slechts het werk van verlossing deed en dat we zelfs al zijn we gerechtvaardigd door geloof nog steeds zondigen, zodat we echt het koninkrijk niet kunnen binnengaan. Godzijdank. Ja. Godzijdank. ja. 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 Maar nadat hij er even over had nagedacht, vroeg hij. Maar je zei dat de Heer een volgende stap van het reddingswerk zal zetten in de laatste dagen. Dat lijkt op een ontkenning van de redding van de Heer Jezus. Onze zonden zijn vergeven door ons geloof, dus zelfs al zijn we niet rechtvaardig, Gods redding is perfect. De voltooiing van het werk van de Heer Jezus heeft daarvoor gezorgd, dus er is geen redding meer. We kunnen niet opnieuw gered worden wanneer we al gered zijn. Dat betekent toch dat de redding van de Heer nutteloos was? Toen zei hij. Zuster, het lijkt alsof je deze twijfels alleen maar hebt omdat je geen geloof hebt in de redding van de Heer. <laughs> Toen dacht ik: broeder Mel is erg jong, maar hij heeft een aantal sterke opvattingen. Ja. Mm -hmm. Hij beaamt dat rechtvaardiging door geloof geen intrede in het koninkrijk geeft, maar hij aanvaardt Gods reddingswerk in de laatste dagen niet. Mm -hmm. Ik bad tot God en vroeg om zijn leiding. Na het gebed zei ik tegen Mel. In de Bijbel wordt geprofeteerd dat God nog een stap van het werk zal doen in de laatste dagen. Hmm. Lees 2 Corinthiërs 1, vers 10. Die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op Hem hebben we onze hoop gevestigd. Hij zal ons altijd redden. Hmm. En ook Hebreeën 9, vers 28. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is opgeofferd om de zonde van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachtte. Maar dan gaat het niet meer om de zonde. Amen, Amen. In 1 Petrus 1 vers 5 staat: Jullie worden beschermd door de kracht van God door geloof tot de redding die klaar is om in de laatste tijd te worden geopenbaard. En in Johannes 12 vers 47 en 48: Als iemand mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt, heeft al een rechter. Alles wat ik gezegd heb, zal op de laatste dag over hem oordelen. Dat is waar. 1 Petrus 4 vers 17 zegt: "Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God." Amen. God dank. Deze verzen zeggen: Hij zal ons altijd redden. Voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten. De redding die klaar is om in de laatste tijd te worden geopenbaard en want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God. Dat betekent dat God een volgende stap in het werk zal zetten in de laatste dagen. Niet om de mens te verlossen van zijn zonde, maar om ons te oordelen en te reinigen. Hmm. Het verlossingswerk van de Heer Jezus heeft onze zonden vergeven. En in de laatste dagen zal God het oordeelswerk uitvoeren om onze zondige natuur voor altijd weg te nemen. Om ons te bevrijden van zonde en te reinigen. Toen zei Mel verrast. Dus het blijkt dat God het oordeelswerk en de reiniging zal verrichten in de laatste dagen. En dat er een andere stap van redding is. Hmm. Maar vertel me, hoe doet God dit oordeelswerk? Hij wilde meer God, weten. Zodan. Dat wilde hij zeker. <laughs> Godzijdank. Ja. Ja. Dus deelde ik dit met hem. Hebreeën 4, vers 12 zegt: mm, Want levend en krachtig is het woord van God. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Amen, Amen. Toen las ik hem enkele woorden van God voor. Laten we eens kijken. Goed. Goed. Almachtige God zegt. Christus van de laatste dagen gebruikt een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, om het wezen van de mens te ontmaskeren en om de woorden en daden van de mens te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, als ook de wijsheid en de gezindheid van God enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaat, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door zijn werk van oordeel maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met een paar woorden. Over een langer tijdsbestek houdt hij zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Al deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid van datgene waarvan de mens in het geheel verstoken is. Alleen dit soort methoden kan als oordeel worden beschouwd. Alleen door dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig ten aanzien van God overtuigd worden en daarin boven ware kennis van God vergaren. Ik zal een passage voorlezen. Het werk dat God doet in dit tijdperk is voornamelijk het voorzien in de woorden voor het leven van de mens, de onthulling van de verdorven gezindheid en wezensnatuur van de mens, en ook de eliminatie van godsdienstige opvattingen, feodale denkpatronen, achterhaalde denkpatronen, als mede de kennis en cultuur van de mens. Dit moet allemaal worden blootgelegd en weggezuiverd door Gods woorden. In de laatste dagen gebruikt God woorden en geen tekenen en wonderen om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt zijn woorden om de mens te ontmaskeren, de mens te oordelen en te tuchtigen en de mens te vervolmaken, zodat de mens in Gods woorden de wijsheid en lieflijkheid van God gaat zien en Gods gezindheid gaat begrijpen, zodat de mens door Gods woorden de daden van God aanschouwt. Amen. Amen. Nadat hij dit gelezen had, ging ik door. In de laatste dagen is de wedergekeerde Heer Jezus, Almachtige God, vlees geworden en naar de aarde gekomen. En hij gebruikt de waarheid om het oordeelswerk te doen. Hij drukt alle waarheden uit die de mens reinigen en redden. Mm -hmm. Hij onthult en ontleedt de satanische gezindheden van de mensen. En legt onze opvattingen en absurde begrip van God bloot. Mm -hmm. En ook de satanische filosofieën, vergiffen en vooruitzichten die we in onszelf koesteren. Mm -hmm. Op deze manier kunnen we allerlei waarheden begrijpen en Gods rechtvaardige gezindheid, Zijn heilige en prachtige essentie en Zijn almacht en wijsheid kennen. Hmm. Gods woorden onthullen verdorvenheden die we eerder niet opgemerkt hadden. En we kunnen kennis verwerven over God en onszelf door wat in Zijn woorden wordt geopenbaard. Onze verdorven gezindheden worden dan gereinigd en veranderd. Ja. Toen zei ik tegen Mel: Kijk. Als we eenmaal veel van Almachtige Gods woorden hebben gelezen, enkele waarheden begrijpen en onderscheid hebben leren maken in onze noties over rechtvaardiging door geloof, hm. zien we in dat onze wens het koninkrijk binnen te gaan ondanks onze verdorvenheid onredelijk is. Ja. Dan gaan we waarlijk berouw tonen aan God. Hm. En dit betekent dat we het oordeel van Gods woorden beginnen te accepteren. Hm. Toen hij dit gehoord had, glimlachte Mel en zei: Ik krijg echt het gevoel dat ik word geoordeeld door God. <laughs> Toen zei hij. Als ik terugkijk op al mijn jaren van geloof in de Heer Jezus, dacht ik dat gerechtvaardigd door geloof betekende dat ik het koninkrijk in kon gaan. En ik twijfelde er niet aan dat dit waar was. Nu zie ik dat mijn geloof was gestoeld op mijn opvattingen en voorstellingen. En dat het helemaal niet strookt met Gods wil. Mm -hmm. Ik zei: Dat klopt. Als de woorden van Almachtige God dit niet hadden onthuld, dan kon niemand dit begrijpen. Ja, ja, dat, is ja, ja dat is waar. Daarna las ik hem een andere passage voor uit Almachtige Gods woorden. Mm -hmm. Waarom is het overwinningswerk de laatste fase? Is het niet om duidelijk te maken hoe iedere mensenklasse zal eindigen? Is het niet om iedereen tijdens het overwinningswerk van tuchtiging en oordeel zijn ware gedaante te kunnen laten zien en zo naar soort te kunnen worden ingedeeld? Beter dan de mensheid overwinnen kun je zeggen dat duidelijk wordt hoe elke mensenklasse zal eindigen. Het gaat dus om beoordeling van zonde en de onthulling van verschillende mensen. Waarbij wordt beslist of ze boosaardig of rechtvaardig zijn. Na het overwinningswerk komt de beloning van het goede en de bestraffing van het kwade. Mensen die gehoorzamen, de overwonnenen, worden overgeplaatst naar de volgende stap van de verspreiding van Gods werk over het universum. De niet-overwonnenen belanden in duisternis en worden met rampspoed geconfronteerd. De mensheid zal dus worden ingedeeld in soorten: zij die kwaad doen bij de boosaardigen om voor altijd zonder zonlicht te zijn. En zij die het goede doen bij de rechtvaardigen, om het licht te ontvangen en daar eeuwig in te leven. Amen. 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 Ik vertelde hem. Door geoordeeld en ontmaskerd te worden door Gods woorden, worden de verdorven gezindheden van de mensen gereinigd en worden ze rechtvaardig. Ze kunnen worden beschermd en de grote rampen overleven en Gods koninkrijk binnengaan. Amen. Amen. Maar wie alleen denkt aan genade en gered worden, maar het oordeelswerk van de laatste dagen verwerpt. Zal worden ontmaskerd en geëlimineerd door God. Zij zullen jammeren wanneer de rampen komen. Ja. Dat vervult de profetie in Openbaring 22, vers 11. Hij die onrechtvaardig is, laat hem onrechtvaardig blijven. Hij die smerig is, laat hem smerig blijven. Hij die rechtvaardig is, laat hem rechtvaardig blijven. En hij die heilig is, laat hem heilig blijven. Amen. Zo zullen de rechtvaardigen gescheiden worden van de onrechtvaardigen. En dan zal God het goede belonen en het kwade straffen, en de mensen aanpakken naar gelang hun daden. Hmm. Mel antwoordde blij: Dus het oordeelswerk in de laatste dagen reinigt niet alleen de mensen, maar ontmaskert ook verschillende typen mensen. Gods werk is echt wijs. Wat onze dominee altijd predikte: rechtvaardiging door geloof en redding door genade, klopt niet. Ik heb nooit onderscheidingsvermogen gehad. Ik klampte me vast aan die noties. En dacht dat de redding van de Heer al voltooid was. En dat er geen verdere redding is. En dat we het koninkrijk in kunnen gaan met die rechtvaardiging en redding. Ik schaam me nu ik eraan denk. Ik dank de Heer voor de genade dat ik dit heb mogen horen. En wil Gods oordeelswerk van de laatste dagen graag aanvaarden. God dank. God. <laughs> ah, ik was opgetogen dat hij Gods oordeelswerk van de laatste dagen wilde aanvaarden. Mm -hmm. Maar ik was verbaasd toen we elkaar een paar dagen later ontmoetten en Mel zei dat hij dat weekend naar het huis van zijn dominee was gegaan en mijn communicatie met hem had gedeeld. Zijn dominee zei dat ik het verkeerd had, dat rechtvaardiging door geloof en redding door genade juist waren en dat er geen noodzaak was om door God in de laatste dagen geoordeeld te worden. Mel moest ook het contact met mij verbreken. Ja. Ik merkte dat hij erg te neergeslagen was toen hij dat zei. En ik zag dat hij nu onzeker was over het aanvaarden van Gods oordeel van de laatste dagen. Mm -hmm. Ik bad snel tot God en vroeg hem om mij te leiden in mijn getuigenis. Toen kwam een passage van Gods woorden in mij op. Ik zal hem voorlezen. Goed. Goed. Wanneer jullie van God getuigen, moeten jullie vooral spreken over hoe God mensen oordeelt en tuchtigt. Welke beproevingen hij gebruikt om mensen te louteren en hun gezindheid te veranderen. Over hoeveel verdorvenheid in jullie ervaring is geopenbaard, hoeveel jullie hebben doorstaan, hoe jullie uiteindelijk door God zijn overwonnen. Spreken over hoeveel echte kennis jullie hebben van Gods werk en hoe jullie zouden moeten getuigen en God terug zouden moeten betalen voor zijn liefde. Jullie moeten stevige taal gebruiken en op een eenvoudige manier spreken. Praat niet over lege theorieën. Spreek gewone taal. Spreek uit jullie hart. Op die manier moeten jullie dingen ervaren. Maak geen gebruik van diepzinnig klinkende, lege theorieën om met jezelf te pronken. Dat maakt een arrogante en onzinnige indruk. Spreek meer over ware dingen vanuit je ervaring: dingen die echt zijn en uit het hart komen. Daar hebben anderen het meest profijt van en het is voor hen het meest geschikt om te zien. Amen. Amen. Het is waar. Getuigen is niet alleen mensen vertellen over Gods werk van de laatste dagen. De sleutel ligt in het gebruiken van onze eigen ervaringen om te getuigen dat Gods oordeelswerk mensen werkelijk reinigt en redt. Mm -hmm. Ik had Gods oordeel zelf ondergaan, dus waarom zou ik Hem niet vertellen over mijn eigen ervaringen? Ja, deze gedachte kalmeerde me en toonde me een weg vooruit. Mm -hmm. Ik zei tegen mij: God zet een andere stap van redding in de laatste dagen. De Heer keert terug en doet het oordeelswerk, en dat is een feit dat niemand kan ontkennen. Sinds we zijn verdorven door Satan, hebben we de waarheid niet lief. En we kunnen haar niet beoefenen. Sommigen kunnen zichzelf in de hand houden of vasten en bidden. Maar niemand kan helemaal aan de zonde ontsnappen. Ja. Bergen en rivieren verleggen is gemakkelijker dan in, in, iemands natuur veranderen. Inderdaad. Als we Gods oordeel en reiniging in de laatste dagen niet aanvaarden. blijft onze satanische natuur stevig in ons verankerd. En kan onze satanische gezindheid elk moment onthullen en ervoor zorgen dat we ons verzetten en rebelleren tegen God. Dat, dat is waar. Is waar. Kijk bijvoorbeeld naar mij. Ik was een nogal arrogant persoontje. Ik had een beetje kaliber en veel gedaan om de Heer te dienen. Ik dacht altijd dat ik iemand was die God vreugde bracht. Maar toen ik hoorde dat de Heer Jezus was teruggekeerd en het oordeelswerk van de laatste dagen deed, weigerde ik dat te aanvaarden. Ik dacht dat we gerechtvaardigd waren door geloof, gered door genade. Dus destijds zei ik, zonder er zelfs maar over na te denken, dat is onmogelijk. God zal niet meer werk doen. We hoeven zijn oordeelswerk niet te aanvaarden. Daarna bleven de broeders en zusters Almachtige Gods woorden met me delen en mijn noties werden gecorrigeerd. Nadat ik Almachtige Gods werk van de laatste dagen had geaccepteerd, las ik op een dag een paar passages van Almachtige Gods woorden die maakten dat ik me echt schaamde. Zullen we die samen bekijken? Oké, okay. 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 goed. 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 Almachtige God zegt, denk niet dat je een natuurtalent bent, slechts een beetje lager dan de hemelen, maar veel hoger dan de aarde. Je bent niet slimmer dan wie dan ook. En men kan zelfs stellen dat je meer vertederend onnozel bent dan wie dan ook onder de mensen op aarde die met verstand zijn uitgerust. Je schat jezelf immers zo hoog in en hebt jezelf nog nooit minder waardig gevoeld. Het lijkt erop dat je mijn handelingen waarneemt tot in het kleinste detail. In feite ben je iemand die het wezenlijk aan verstand ontbreekt, want je hebt er geen idee van wat ik zal doen. Laat staan wat ik op dit moment aan het doen ben. Daarom zeg ik dat je niet eens gelijk bent aan een oude boer die op het land zwoegt. Een boer die niet de geringste gewaarwording heeft van het menselijk leven en toch afhankelijk is van de zegeningen van de hemel terwijl hij het land bewerkt. Laat jullie meningen over het onmogelijke varen. Hoe meer er door mensen geloofd wordt dat iets onmogelijk is, hoe waarschijnlijker het zal gebeuren. Want de wijsheid van God torent boven de hemelen uit. Gods gedachten zijn hoger dan de gedachten van de mens en het werk van God ontstijgt de grenzen van de gedachten en opvattingen van de mens. Hoe meer iets onmogelijk is, hoe meer er waarheid in zit die gezocht kan worden, hoe meer iets de opvattingen en verbeelding van de mens te boven gaat, hoe meer het de wil van God bevat. Als jullie graag getuigen willen zijn van de verschijning van God, Gods voetstappen willen volgen, dan moeten jullie eerst afstand nemen van jullie eigen opvattingen. Jullie moeten niet eisen dat God dit of dat doet, laat staan hem binnen je eigen grenzen plaatsen en hem beperken tot je eigen opvattingen. In plaats daarvan moeten jullie vragen hoe jullie Gods voetafdrukken moeten zoeken, hoe jullie Gods verschijning moeten aanvaarden en hoe jullie je moeten onderwerpen aan het nieuwe werk van God. Dit is wat de mens moet doen. Aangezien de mens niet de waarheid is en de waarheid niet bezit, moet hij zoeken, aanvaarden en gehoorzamen. Amen. Amen. Ja, toen vertelde ik hem, het lezen van Gods woorden raakte me diep. Ik zag hoe arrogant ik ben. Toen Gods werk van de laatste dagen mij bereikte, onderzocht ik het niet. En ik las niet serieus Gods woorden om te zien of ze zijn stem waren. Ik zei alleen maar arrogant dat God niet meer werk zou doen. Alsof ik inzicht had in Gods werk. Ik ben gewoon zo'n mens die verdorven is door Satan. Hoe kon ik Gods werk doorgronden? God is de schepper. En elk werk dat Hij doet is in overeenstemming met Zijn managementplan. Alsof God mijn goedkeuring zou moeten hebben voor Zijn werk. Dat het overeen zou moeten komen met Mijn noties. Mijn categorische ontkenning beperkte God en toonde dat ik me verzette tegen God en Hem veroordeelde. Ja. Dat was net als de farizeeën die maar bleven wachten op de komst van de Messias. Maar toen de Heer Jezus verscheen en werkte, kenden ze Hem niet. Ze oordeelden en veroordeelden Hem, gebaseerd op hun opvattingen, en lieten Hem zelfs kruisigen. Uiteindelijk beledigden zij Gods gezindheid en werden door Hem gestraft. Zo is het. Zo is het. Mijn gedrag verschilde niet van dat van de fariseeën die zich verzetten tegen de Heer Jezus. Ja. Toen ik dit besefte, begreep ik ook dat het genieten van de genade van de Heer en goede dingen doen verandering van gezindheid niet kan vervangen. Zonder het oordeel en de reiniging door God zou mijn arrogantie de kop opsteken wanneer er iets gebeurde dat me niet beviel, waardoor ik zelfs onredelijk zou worden. Ik dacht dat ik de ware weg verdedigde terwijl ik me tegen God verzette. Ik had totaal geen inzicht. Dat is zo beangstigend. Zeker. Ik verwierf een beetje inzicht in mijn arrogante gezindheid door het oordeel van Gods woorden. En als ik op het punt stond mijn arrogantie te tonen, las ik Gods woorden van oordeel en tuchtiging en onderzocht mezelf. God zij dank. Voor ik het besefte, was ik een bescheidener persoon geworden en ik herwon dat van mijn aangeboren geweten en verstand. Het lukte me om de waarheid te zoeken als er iets gebeurde wat me niet beviel, en niet te oordelen of me koppig te houden aan mijn eigen denkbeelden. Ik kreeg ook steeds meer eerbied voor God en verwierf langzame menselijke gelijkenis. Godzijdank. Ik leerde dat oordeel en tuchtiging geleidelijke verandering en reiniging betekenen. Amen. Dit is de verandering van onze satanische gezindheden door Gods woorden, Gods woorden zijn streng en doordringend. Maar dit is zijn grotere, nog diepere liefde voor de mensheid. Het gezegde luidt: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. God oordeelt ons op deze manier om onze verdorven gezindheden beter te kunnen veranderen. God doet dit omdat hij zoveel van ons houdt. Amen. Ah, dat is waar. Dat is waar. Ja. Toen ik dit eenmaal begreep, nam ik graag meer oordeel en tuchtiging uit Gods woorden en verwierp ik mijn arrogantie om een menselijke gelijkenis na te leven. Amen. God zij ja. dank. dank. Ik leerde ook dat Gods oordeelswerk in de laatste dagen precies is wat wij nodig hebben. Hmm. En alleen dit soort oordeel kan ons redden van de zonde. Oordeel en tuchtiging zijn echt Gods redding voor ons. En die liefde is groter dan genade of een zondoffer. Amen. Amen. God zij dank. Ja, toen Mel mijn communicatie had gehoord, zei hij verheugd. Hmm. In al mijn jaren van geloof in de Heer Jezus heb ik andere kerkleden nooit horen spreken over hun verdorvenheid. Ze pronken alleen maar met hoe goed ze zijn. Uiterlijk beoefent iedereen tolerantie met elkaar. Maar als het om hun eigen belangen gaat, verdwijnt alle liefde. Dat is waar. Dat is waar. Nu zie ik dat dit komt door onze satanische gezindheden. En zonder de ervaring van het oordeel en de zuivering van Gods woorden, zullen we onszelf nooit kennen, nog luisteren naar Gods woorden en ons aan Hem onderwerpen. We kunnen anderen ook nooit lief hebben zoals onszelf. Oordeel en tuchtiging zijn werkelijk Gods redding voor de mensheid en dat hebben wij nodig. Hmm. Almachtige Gods woorden zijn werkelijk de waarheid. Ik zal niet meer naar andere mensen luisteren. Ik zal alleen geloven in Almachtige God en zijn woorden aanvaarden. <laughs> <Godzijdak>. <laughs> en terwijl hij dit zei, veranderde hij de naam van onze chatgroep in: Het is mijn echte familie. <laughs> ja, deze volwassen man brak in tranen uit en zei. Ik heb God gevonden. Ik heb mijn familie gevonden. Overal waar ik Gods woorden kan lezen, is mijn familie. Amen. Amen. Ik werd werkelijk geraakt toen ik hem dit hoorde zeggen. Het delen van het Evangelie met Mel gaf mij diepe inzicht. Dat mensen zonder begrip van de waarheid kunnen worden ingeperkt door allerlei religieuze noties en drogredenen. Ja, dat is echt We moeten ons echt verlaten op God, Gods woorden aan hen voorlezen en communiceren over de waarheid en onze ervaring gebruiken om te getuigen van zijn redding. Amen. Mensen moeten de waarheid begrijpen en onderscheidingsvermogen ontwikkelen wat betreft hun noties om werkelijk tot God te komen. Dat is waar. Ik heb ook ervaren hoe moeilijk Gods werk om de mensheid te redden is. Ik wil samenwerken met God en meer mensen met waar geloof voor God brengen, om Hem troost te brengen. Amen. Amen. zij Dank God. Alle ware gelovigen zullen zijn gezicht ontvangen, zodra ze zijn stemmen horen.